Nederlands gezin is bruut overvallen op de Kaapverdische eilanden, terwijl ze daar voor anker in hun zeiljacht lagen. Ja, ze zijn een jaar de wereld rond aan het reizen met een 13-jarige dochter en moesten eventjes op de Kaapverdische eilanden, het eiland Santiago, voor anker gaan liggen omdat de man een probleem had, een medisch probleem. Die moest even door een dokter nagekeken worden. En toen ze daar s'avonds in bed lagen eigenlijk, aan boord van hun schip, ja, toen kwamen er twee jonge jongens van 18 jaar, zeggen zij zelf, Kaapverdianen, die kwamen zwemmend aan boord met messen, met een slagwapen. En die hebben die mensen niet alleen mishandeld en echt ernstig mishandeld. Ze hebben echt botbreuken en hoofdwonden en zo opgelopen. Maar ook van alles beroofd wat ze aan boord hadden. Ja, en dat meisje, dat 13-jarige kind, heeft de dans ontsprongen. Werd wel gekneveld samen met haar ouders. Dus die mensen hebben doodsangsten uitgestaan. Ze hebben het er gelukkig levend van afgebracht. Op het moment dat ze aangifte wilden doen bij de autoriteiten op de Kaapverdische eilanden, ja, toen gaven ze niet thuis. Ze zijn tijdelijk in Nederland. Ze moeten medische zorg hebben, zeker de man. En het gaat naar omstandigheden redelijk. Maar ja, ze zeggen ook zelf tegen mij van, we weten niet hoe dit op de lange duur, wat voor impact dit gaat hebben. Ze gaan wel door, ze gaan weer terug, hun boot, hun zeiljacht ligt op de Kaapverdische eilanden nog steeds. Dus ze vliegen weer terug, waarschijnlijk nog voor de kerst, om hun wereldreis af te maken.